En dit is het eindje van het rondje rijden. Hier komen de eerste binnen. Kijk. 1, 2, 3. Rob. Als vierde. Vijfde binnen. Zesde. En het gaatje is geslagen. Want ik heb gezien dat de groep het bed is. Ja, er komt er nog een eindje aan bij. Met dat is de zogenaamde vuurvreter. Dan ga je de camera al even voor wil zetten. Want op een stukje van een paar kilometer is daar een behoorlijk hard geslagen. Maar ja, je weet dat met fietsen, daar ga je best nog wel stellen, denk ik. Kijk, dan gaan ze koffie drinken. En slagroomtaart eten en zo. Ja, die achterste vier horen er niet bij, hoor. Hoe gedaan, jongens? Laten we eens even terugkijken. Nou. Nou, dit is het verschil. Iemand gaat even op zijn pedalen staan. En ja. Ik denk dat we zo'n beetje twee verkeerslichten moeten gaan wachten. Voordat de rest er eens aankomt. Nou, heb ik even de gelegenheid en de tijd. Ja, zandauto te beschrijven bijvoorbeeld. Of de trucks op het vliegveld. Wel bekend onder chauffeurs trouwens. Dit is trouwens waar ik hier sta. De oude weg naar, zeg maar, hier ging je vroeger in richting de grote weg. Dat is nu een kilometer of twee erop gelegd. Ja, je ziet het. Even wachten, er is nog niet eens een vleugje te zien. Dat is toch wel jammer eigenlijk. Ja, het geheugen van deze camera is nou ook niet zo groot. En ik heb toch het idee dat dat ik denk dat ik nou moet afsluiten en met dit stukje film zonder Bertus de vuurvreter moeten doen. Maar niet gewanhoopt. Hier in de gemeente Hulten. Volgens het bord is rijden 3 kilometer. En breda 12. Nou, zijn mensen die gaan maar naar me zwaaien. Dat snap ik niet, want zo aardig ben ik hem ook weer niet. Kijk, er komt een restantje aan. Nou. We hebben ook de hele ronde gereden en die gaan er ook sprinten voor de 20e, voor de 12e plaats of zo. En daar zit Bertus bij. Ja, Bertus en vuurvreter zit erbij. Daar kan je niks meer zeggen. Ik kwam met een meneer vriend en ook die gisteren een stukje gefietst had in de studio. En kijk, daar zijn ze allemaal. Raymond heeft gisteren dan een Alp de West gefietst. Op zo'n halftrainer met een filter aangesloten en zo. Ja, motorrijders. Moesten ze verbieden. Maar goed, wie ben ik? En dan gaan we dus kijken. Er komen er nog een paar kijken, geloof ik. Ik weet niet of die erbij. Nee, die worden er helemaal niet bij. Dat zijn vreemdelingen. Kijk, er komen ze aan. En dit is dus een. Kijk. Er zit toch wel een beetje verschil tussen. Goed zo, jongens. Jullie hebben weer aardig je best gedaan. Nou, Bert is de vuurvreter. Als één en laatste. En we gaan nu over naar de studio van het vliegveld.